1613 tot 1662. De grachtengordel. Door de handel werden zowel Amsterdam als de Nederlanden welvarender. En die voorspoed trok mensen aan. Er was veel werk en de lonen waren hoog. Amsterdam had rond 1650 een bevolking waarvan ongeveer 50% buiten de grenzen van het huidige Nederland was geboren. Naast permanente bewoners kwamen er jaarlijks ook tijdelijke migranten naar de Hollandse steden. Ze werkten een paar jaar als grasmaaier, dienstmeisje, knecht of matroos, en als ze genoeg gespaard hadden gingen ze naar huis. Daarnaast stroomden er ook politieke en religieuze vluchtelingen binnen. De toelating van vreemdelingen werd geregeld door de steden. Oppassende migranten kregen het stedelijk poorterschap. Een soort verblijfsvergunning. Dat poorterschap werd steeds duurder, en migranten moesten steeds langer in een stad wonen om er voor een aanmerking te komen. De voor buitenlanders grote tolerantie van de Nederlanden had trouwens grenzen. Protestante hugenoten werden met open armen ontvangen, economisch oninteressante Duitse Joden of zigeuners niet. Ook werden geloofsgroepen ongelijk behandeld. Niet iedereen had dezelfde rechten, maar. Het hield niemand tegen naar Amsterdam te komen. De stad moest zich blijven uitbreiden naar de eilanden en het westelijk havengebied. De grachtengordel bleef het domein van rijke heren in hun stadspaleisjes. Rond 1660 werden de grachten doorgetrokken tot over de Amstel. Met name de Gouden Bocht van de Herengracht stond model voor de rijkdom van de Gouden Eeuw. Een kritische burgemeester van Amsterdam was Cornelis. De vader van de dichter P.C. Hoofd. Cornelis Hoofd veroordeelde de stadsbestuurders. die bij het aanleggen van de verlengde grachtengordel. speculeerden met bouwgrond. Bij zijn dood prees vondel hem in het hekellicht Roskam. Hoe heeft hem Amsterdam ervaren? Wijs en simpel. Een hoofd vol kreuken. een geweten zonder rimpel. O beste, beste vaar. wat waart gij Holland nut? Een stijl des raads, toen het lijf van stokske werd gestut. Wat versta jij onder de Nederlandse tolerantie? Iedereen mag wel in Nederland wonen, toch? Dus is Nederland toch best wel tolerant mee? Um, ze zijn wel heel open. Tenminste, de afgelopen jaren waren ze heel open en wouden ze gewoon verschillende mensen hierheen brengen. Maar tegenwoordig wil iedereen hierheen komen, dus dat is wel iets minder geworden. Er worden heel veel mensen ook geweigerd. Hmm. Waarschijnlijk economische vluchtelingen laten ze niet meer toe. Uh, politieke wel. Ik denk wel dat de ene immigrant meer kans heeft in Nederland te komen dan de andere. Nederland is wel tolerant tegen mensen die wij kunnen gebruiken. En die voor ons werk kunnen verrichten waar wij zelf als Nederlanders te lui voor zijn. Nederland is nu minder tolerant geworden, omdat veel meer mensen er wonen in Nederland dan nodig zijn en dan vroeger zo was. Waar zou jij mensen die in Nederland willen komen wonen op selecteren? Je zou kunnen kijken waar Nederland behoefte aan heeft. Als er bijvoorbeeld een tekort is aan artsen of leraren en iemand is, daar, is daarvoor opgeleid, dan kan je die eerder binnenhalen dan iemand die daar niet voor is opgeleid. Alle politieke vluchtelingen mogen voor mij sowieso naar Nederland komen. Ik zou de voorkeur geven aan onderdrukte groepen, bijvoorbeeld homo's in landen waar het niet is toegestaan. Of vrouwen die in een bepaald land onderdrukt worden door bijvoorbeeld regering of dat ze uitgegroeid zijn. Als ze dat niet doen dan worden ze vermoord. Ik vind dat uh, als je in Nederland wil komen dat iedereen binnen mag komen omdat uh, je betaalt toch belasting als je hier bent. Dus dan waarom zouden ze zeuren. Wie zou jij wel naar ons land toe willen laten emigreren? Amerikaanse filmsterren. Jack Nicholson. Mensen zonder uh, religie. Professionele skaters. Mijn tante uit Amerika. Amy Winehouse, die vind ik wel cool. Alex Rodriguez, de catcher van de New York Yankees. Een man met een echte uitstraling, zoals Barack Obama. De Nederlandse tolerantie is altijd goed geweest voor onze handel. Hoe komt dat?